Op 22 juni 2016 introduceert ABN AMRO Tikki, de eerste betaalapp waarmee consumenten elkaar onderling betaalverzoekjes kunnen sturen via WhatsApp. Het blijkt een schot in de roos. 2 maanden later is Tikki al 100.000 keer gedownload en regent het lovende recensies van sites en gebruikers. Daar zit jaren werk in, denk je? Nee hoor, Tikki is in minder dan 4 maanden gerealiseerd. Het team paste de Agile-methode toe. Hoe dat precies werkt? Laten we het ze zelf even vragen. Daar zitten ze, de vaders en moeders van Tikki. Hey. Waar zijn jullie eigenlijk nog zo druk mee? Tikki is toch af? Nee, we hebben een MVP in de markt gezet. En dat betekent dat we een minimal viable product in de markt hebben gezet. En dat zijn we nu aan het doorontwikkelen en dat doen we op basis van feedback van gebruikers. Ah, jij bent vast de manager. Ik ben de product owner. Wat betekent dat? Als product owner ben ik verantwoordelijk voor het product. En we hebben ook binnen Agile een Scrum Master en de Scrum Master is verantwoordelijk voor het proces. Scrum Master? Dat moet je echt even uitleggen. Ik zorg dat het team zo goed mogelijk zijn ding kan doen. Maar vooral ook dat we snel de straat op gaan en valideren met echte gebruikers of de dingen die we zelf in ons hoofd hebben. Of die echt onze klanten gaan helpen. Dat valideren, hoe doe je dat dan? Nou, ik maak verschillende versies van een nieuwe feature voor de app. Ja, dan kijken we wat het beste gaat aanslaan bij de doelgroep. En trek je dan gewoon wat mensen van de straat? We zoeken ze gewoon op waar ze zitten. We gaan bijvoorbeeld naar de metro of universiteitscafé. Het café? Leuk hoor, dat agile werken. Nou, we zijn daar niet om bier te drinken, maar we zijn daar om te testen. Dat doen we elke 2 weken, elke sprint. We proberen dan delen van Tikki uit op de doelgroep. Zo hebben we dat bijvoorbeeld ook met de naam Tikki gedaan. Ja, het moet gezegd, goede naam mensen. Maar hoe ziet je dag er dan uit als je agile werkt? Iedere morgen beginnen we met een stand-up. Iedereen vertelt dan wat hij gedaan heeft en wat hij gaat doen. Werkt het eigenlijk heel erg fijn, omdat je gewoon constant die feedback krijgt van mensen of je bezig bent met het goede. En wat vind je de grootste meerwaarde van werken op deze manier? Ja, het multidisciplinaire. Ik vind het belangrijk dat heel veel mensen, of dat mensen gewoon meer kunnen dan alleen hetgene waarvoor ze zijn aangesteld. En dat was in dit team heel erg gaaf. Om wat voorbeelden te noemen, we hebben een Scrum Master die ook iOS kan, die infra kan. En dat helpt gewoon enorm. En we hebben natuurlijk een super business analyst die echt overal goed in is, die apps kan maken voor iOS en voor Android, maar die ook heel de website gemaakt heeft en die de infra gemaakt heeft. Maar dat helpt gewoon enorm. Wow, die moeten we even spreken. Multitalent. En dan gaat ook nog het gerucht dat jij Tikki bedacht hebt. Ja, onder andere. Samen met een andere ABN AMRO collega hadden we een POC neergezet eind vorig jaar. Een POC? Ja, een proof of concept waar je via IDO geld naar elkaar kan overmaken. En dat hadden we ergens eind december binnen een organisatie laten zien. En dat is op een gegeven moment zo gaan lopen en uiteindelijk zijn we live gegaan met Tikki in juni. Dat is super snel, toch? Ja, inderdaad. Dit had ik een half jaar geleden niet gedacht. Tot slot, Freek, komt er ooit een moment dat Tikki wel echt af is? Nou, voorlopig is dat moment nog niet in zicht. Er zijn heel veel mensen van gebruikers waar we nu aan het bouwen zijn. Voorlopig zijn we nog wel even bezig. Dus ik zou jullie eigenlijk ook willen vragen om er nu van door te gaan. Ja, oké. Okay. Dus het was hartstikke leuk. En dat was hem dan, denk ik, hè? Tuurlijk. Dank je. Dag.